Twee jaar nadat de laatste reeks van FC De Kampioenen op de buis te zien was, is er nu voor de fans de film. De acteurs en de personages zijn nog lang niet vergeten, bewijzen de rijen dikke fans die stonden te wachten om een glimp op te vangen van de acteurs die op de groene loper kwamen aangelopen tijdens de grote avant-première in de Kinepolis in Antwerpen. Het is De Kampioenen onderweg. En we waren ook een beetje onderweg, hè? Dus we waren met ons ploegje inderdaad op weg naar Frankrijk en we zijn een paar keer mogen teruggaan omdat het weer zo slecht was. Het was heel fijn. Het was gewoon een heel fijne opnameperiode en ik hoop dat zich dat vertolkt, hè? Op dat witte doek. Mannen, je raakt nooit waar dat we zijn. Hey, we zitten op de Mont Ventoux. Huh? Wauw! Zeg, het is niet waar. De Leeuw van Vlaanderen. Hoi. Op 21 jaar zijn we volwassen geworden en moesten we het huis verlaten. Maar we hebben gezegd, we gaan nog door, we doen dat. En toch wel wat fier en heel benieuwd en heel zenuwachtig om te zien wat dat die volwassenheid dan met zich meebrengt. Hè. Operatie Dino is gestart. Dit is hoe we het gaan doen. Dit is de villa van de emir. Wij zijn hier, ja. Dit is de wachtpost. Zo, de wachtpost. En dit is de weg van de villa. Blij dat de film eindelijk in première gaat? Ja, zeker weten. Ja. We hebben er allemaal naar uitgekeken. En we hebben echt wel ons hart en ziel daarin gestoken. En we hopen alleen maar dat het publiek het ook heel leuk vindt en plezierig. En dat is eigenlijk ook wel de reden waarom dat we het gedaan hebben. Nog als bekroning van 25 jaar. Zo noem ik het. Ik noem het eigenlijk altijd zo het tijdperk van De Kampioenen. Dat we op deze manier kunnen afsluiten. Dat is toch wel een heel mooie testament dat we achterlaten. Zo. Dat vind ik... Jullie waren 21 jaar lang televisie-iconen. Ja, jullie worden nu echt een filmsterren. Ik zou dat nu... dat is misschien wat kort door de bocht en er een klein beetje over. Een televisiester is iemand die continu wordt gevraagd om in films te spelen. Dat heb ik tot vandaag heb ik dat nog niet gehoord. Ik heb nog geen ander aanbod gekregen. En ik denk dat wij een soort gespecialiseerde acteurs zijn geworden nu. Die het beste zijn... blijkt dat ik voel dat toch. Dan kunnen we van overtuigd zijn dat we aan groep wel iets kunnen vertellen. Zelfs op de cinema. Ik denk dat wel. Ik denk dat dat wel gelukt is. Het is wel een lange film, maar het was dat of niks. Gaan we mee of gaan we mee? Ja, hele bezig. Het is een soort van tragicomedy geworden, denk ik. Ik denk dat je het best zo kan omschrijven. Een lachen en traan. Ik hoop dat mensen goed gaan lachen, maar ik hoop eigenlijk vooral ook dat mensen krop in de keel gaan krijgen. Voor ons was het leuk om eens een andere kant van ons personage te laten zien.